Goedemiddag. Dit is de eerste vlog die gaat over de nieuwbouw van Kuiperhof in Weert. Nieuwbouw van, bij het Maartenshuis. Ik sta hier met Wim. Hoi. En Wim van der Vorst, die woont hier pas vanaf januari. En hier staat Anton. Anton. Ja. Kennen jullie goed zin, ja? Kijk eens. Dat is het apparaat. Dat is de telefoon. En dan ben ik met het filmen. Want we zijn samen aan het kijken naar de vorderingen. We zijn samen aan het kijken, er kwam een brommer langs, zoals je altijd hebben. Naar de vorderingen van de bouw. Ze zijn begin april begonnen. En er was een heel groot stuk grond. En schrik niet, kijk eens wat er allemaal al gebeurd is in die korte periode. Op dit moment zijn de mannen al bezig met de eerste muurtjes te metselen. De fundamenten zijn al gestort. En er wordt dus al hard gewerkt. En wij zijn met z'n allen hier heel erg blij mee. Hè, Anton? Jazeker, we hebben lang genoeg gewacht. En nu is het ook zover, dat zie je wel. Ja, dat is mooi, hè? Jawel, dat is heel mooi. Ja, dat is super mooi. Ik kom altijd kijken, want ik ben een ingenieur geïnteresseerd in de bouw. Wie ze het doen allemaal. Ja. En dat ik weet wat er kunnen en ik zie wat ze doen. Chic, hè? Ja, dat is zeker chic. Dat is hartstikke chic. En we hebben hier een inhoudsdeskundige. Oh, dat is wat gerammel met de tv, sorry. Ja. De camera. Ja. Wim, bij Dichthoes hebben ze een eigen bedrijf, hè? De kist reclame maken. Dat kost niks. Dat zijn heel van jullie. Nee, hoeft niet. Ja. Bij Dichthoes hebben ze een slopersbedrijf, hè? Ja. Ja, en een grondverzetbedrijf. En ik kijk met mij met of dat goed gaat, hè? Ja. Ja? Hè? Tot het nog klopt wat ze doen, hè? Ja. Tot er straks niet in een zak, hè, de kroon, hè? Nee. Nee. Nou, ja. Ja. De kijk, ja, heel veel blijheid, heel veel interesse. Heel veel sensatie, ook als er een kraan komt of als er beton gestort wordt. Ik heb al wat foto's naar Yvonne gestuurd. We kunnen misschien op een andere manier laten zien. En als er weer wat nieuwe ontwikkelingen komen, als we nog meer vormen gaan zien, want ze hebben ons beloofd. Tegen kerst 2020, dus dit jaar nog, staat het gebouw helemaal klaar. En dat betekent dat we er dan in maart, april 2021 in kunnen. Dus dan is er, dan gaat er nog, staat er nog heel veel te gebeuren. En we houden jullie op de hoogte. Nog even een blikje op de bouw. En er komt een volgende vlog aan. De groetjes van de heren en van de dames van het Maartenshuis natuurlijk. Ja. En tot snel. Dank jullie wel.